Zaterdagmorgen vroeg brak brand uit in een hooischuur bij Tjemaren. De brandweer van Franeker Radel rukte uit om de uitslaande brand te bestrijden. Met een shovel werd het hooi uit de schuur gehaald. En later werd ook nog een deel van de wand verwijderd. Dankzij de gunstige wind liep de nabijgelegen koeienstal geen gevaar. Landbouwvoertuigen die in de schuur gestald stonden, liepen geen schade op. De boerin zorgde voor de catering van de hulpverleners.